Hallo. Nou, daar ben ik weer. Leuk, hè? Het is nog niet helemaal in mijn hoedanigheid zoals ik mezelf graag het liefst zie. Mijn stem is nog een beetje opgezwollen. Of zeg je dat? Mijn stembanden waren tijdens mijn zwangerschap echt... waardoor ik een beetje mannelijk klink of zo. Mijn gezicht is nog niet helemaal de oude. I'm working on it. The filter is doing just fine. Maar goed, hier ben ik dus weer. I'm back. En ik ben 5 à 6 weken weg geweest omdat ik moest baren. Dat is gelukt. dat is gelukt. 3 weken geleden ben ik dus bevallen van een zoon. En het is enig, jongens. Het is heerlijk. De bevalling zelf, het was een keizersnede. Dat was trouwens om een medische reden. Want heel veel van jullie vroegen dat zich nog. Nou, deze keizersnede, dat mag je best weten. Dat is best pittig. Ik heb zeg maar best wel veel verdrongen van die dag. Het is een hele heftige buikoperatie. En ik had het een beetje onderschat van tevoren. Er stonden ook 15 man om me heen. En ik, tot het moment dat ik zeg maar zag dat er iets uit mijn buik kwam, geloofde ik al die tijd niet echt dat er ook iets in zat. Het is best... Hoezo geloof je dat niet? Ik was echt zo dik namelijk. Maar het is zo raar, jongens. Het is zo weird. Maar ja, we zijn helemaal verliefd. En hij doet het goed. Hij jankt nooit. En poept heel veel. En eten gaat ook top. Dus niks te klagen. Ja, het is echt... it's a delight. Ja, jongens. Ik heb gezegd dat ik terug zou komen op 1 januari. Nou, daar ben ik dan. Hoe was jullie oud en nieuw? Happy New Year. Heb ik dat al gezegd? Nee. Nou, wij hebben het niet echt gevierd. Gewoon lekker tv gekeken. Klein borreltje erbij. Smaakt hem ook wel erg lekker hoor, moet ik zeggen. Dat is toch al een tijdje geleden. Heb ik nog voornemens? Ik wil natuurlijk gewoon heel graag weer lekker gaan knallen dit jaar met de juice. En ik heb dus mijn website helemaal vernieuwd. Ik heb het concept ook veranderd. Je gaat het zien. Vanavond om 6:30 ga ik het lanceren. Het wordt even anders. En waarom? Ik vond het niet helemaal naar mijn smaak. Ik word natuurlijk een jaartje ouder. En ik wilde graag een website maken die iets meer bij mij past. Iets serieuzere kleding, denk ik. Iets volwassener en iets edgier. En misschien iets stoerder of zo. Maar ook weer iets netter. I don't know. Je gaat het zien. Mocht je het niet willen missen, tap dan eventjes hier op dat dingetje hier zo. En dan krijg je straks om 6:30 even een reminder. Dan kan je een kijkje nemen op de site. Ik ben zelf echt in love met de nieuwe stijl. Maar goed, dat is voor straks. Eerst wil ik eventjes een kleine juice recap gaan doen. Want heb ik iets gemist die afgelopen 6 weken? Heel eerlijk, ik vind van niet. Ik heb wel gekeken. Ik heb gewoon wel bijgehouden. En ik vind niet dat ik iets heb gemist. Vind jij dat ik iets heb gemist? Weet je wat we doen? Dan doen we even een soort van kleine update Q&A. En dan ga ik je even zeggen wat ik van alles vind. Maar ja, naar mijn idee heel erg, sorry. Maar er was weinig juice in deze afgelopen 6 weken. Dus, welke juice vind jij dat ik nog even moet bespreken? Schrijf het even hieronder in dat invulvakje. Dan ga ik je even zeggen wat ik ervan vind en wat ik ervan weet. Maar ik wil je ook eventjes vragen, mocht je de afgelopen 6 weken juice hebben ingestuurd, stuur het even opnieuw. Want wauw, ik heb heel veel DM's en in die DM's staan ook heel veel gefeliciteerd, et cetera, dingen. Dus het is een beetje lastig om juice zeg maar daaruit nog te gaan vissen. Dus ik wil je vragen om het even opnieuw te sturen. Thank you for that. En dan, dan gaan we er weer voor, jongens. Hoe leuk! Oh, dit vind ik echt een blamage, Dave. Dave, dat je ook schrijft in dat bericht van... Wij zijn alleen nog maar samen voor onze zoon. En mijn ouders deden dat ook. En ik vond dat nooit een goed idee. Luister, dat is...
Dat is iets heel anders als jij zeg maar drugsverslaafd bent en vreemd gaat, bro. Jij hebt het echt verpest. Hier is helemaal geen sprake van dat jij soort van uit elkaar groeit na 30 jaar samen zijn. Dit is gênant. Dat je dat ook durft te zeggen. Je hebt het zo verkloot. Echt gênant gewoon. Die arme vrouw. Die dacht gewoon van er is gewoon geen andere optie meer. Dit stuk vreten. Ik moet hier vanaf. Dat is hier gebeurd. Wauw. Oh my god. Ja, luister. Weet je wat ik dus had gehoord? Dat Ruud All heeft ontvolgd. Wat echt super weird is. Want All heeft super veel volgens mij voor hem gedaan. En zij hebben ook nog echt, tenminste, ik had het idee dat zij nog helemaal een soort van goede band hadden. En nog afspraken en zo. En in ene heeft hij haar dus ontvolgd. En nu heb ik dus gehoord dat dat komt omdat hij een nieuwe vriendin heeft. Ik zou niet weten waarom je dan iemand anders moet ontvolgen. Je ex moet ontvolgen. Ook weer wel, ook weer wel. Maar Ruud heeft dus schijnbaar een nieuwe vriendin. Ik weet niet wie het is, maar ik heb even met deze spion gepraat. En die zegt dus dat zij dus vrijdag heel klef waren in het W. Faya was met de vriendinnen. Hij was sort of alone. En ze waren zeg maar heel flirty met elkaar. En ik weet niet of Faya het is. Oh ja, hier heb ik me nog mee bemoeid, hè. Toen was ik dus met verlof en toen moest ik me toch even bemoeien. Want Bully, die had dus gebracht dat Jamie en Lil weer samen waren. En ze hadden dus Jamie gevraagd en die ontkende het. Toen heb ik dus gepost, even snel tussendoor, dat ik dus wist dat het waar was. En dat zij dus inderdaad een short moment even weer samen zijn geweest. Tevens heb ik gemeld dat ze ook meteen weer een fitty hadden gehad. En dus helemaal weer de bom was ontploft. Waarna dus het management van Lil heeft ontkend in de media dat wat ik heb gezegd dat dat waar is. Nu weet je dat alles wat ik zeg waar is. Altijd. Ja. Dus ik denk dat gewoon een paar weekjes eventjes een soort van back together was. En nu niet meer. Ik denk nu niet meer, jongens. Nee.